Ik was als een roepende in de woestijn. Ik had alleen dat papiertje waarop stond dat het niet alleen om één persoon ging, maar om velen. Maar ik kende er alleen maar één en dat was mijn vader, zegt Harry Berghout. Op 19 januari 1942 werd zijn vader, Willem Berghout, samen met ruim 200 andere krijgsgevangenen gruwelijk vermoord aan boord van een Japans oorlogsschip vlak voor de kust van het eiland Tarakan in Nederlands-Indië. Japan was in 1938 al in oorlog met China. En vanaf begin jaren 40 wilde Japan ook andere landen in Azië veroveren. Hiervoor had het land veel olie nodig. Nederlands-Indië was een van de grootste olieproducenten in Azië. Grote oliemaatschappijen pompten olie uit de grond op Java, Sumatra, Nieuw-Guinea en Borneo. Kan, een eiland voor de kust van Borneo. Was een belangrijke oliewindplaats. Het had 700 olievelden, raffinaderijen en een vliegveld. Dit eiland was erg interessant voor de Japanners. In 1941 voerden de regeringen van Japan en Nederlands-Indië onderhandelingen over de levering van olie. Deze verliepen uitermate stroef. Op 7 december 1941 viel Japan de Amerikaanse basis Pearl Harbor aan. En kort daarna verklaarde Nederlands-Indië de oorlog aan Japan. Al voor de oorlogsverklaring had de Nederlands-Indische regering al maatregelen getroffen om de verdediging rondom de oliewindplaatsen te versterken met militaire troepen. De Japanse landingen op Tarakan vonden met grote overmacht plaats op 11 januari 1942. Na een ongelijke strijd gaven de knieltroepen zich over op 12 januari. Vanwege doorgesneden telefoonlijnen bereikte het bericht van deze capitulatie niet de troepen van de artillerie kustbatterijen bij Peninki en Karungan. Dit waren twee plaatsen aan de zuidwestkust van het eiland. De Japanners probeerden die na de capitulatie te bereiken. Dit mislukte. De artillerie kustbatterijen dacht dat ze nog moest doorvechten. Toen een aantal Japanse mijnenvegers de baai tegenover de stelling invoer, namen de kustbatterijen de mijnenvegers met succes onder vuur. De commandant van deze vloot was wel gewaarschuwd door de Japanse generaal Sagakuchi dat deze troepen nog niet wisten van de capitulatie. De voorste twee Japanse mijnenvegers werden tot zinken gebracht. De andere schepen trokken zich terug. De artilleriekustbatterijen werd door de Japanse troepen steeds verder ingesloten. Ze besloten na vernieling van een deel van het materieel om zich terug te trekken naar de hoofdmacht. Toen kwamen ze erachter dat de hoofdmacht had gecapituleerd en krijgsgevangen was genomen. De militairen van de kustbatterijen werden ook krijgsgevangen gemaakt. Ze werden apart gehouden van de andere krijgsgevangenen. De Japanse commandant van de vloot van mijnenvegers eiste deze krijgsgevangenen op. Hij was woest over het zinken van zijn twee schepen. Er werd op gruwelijke wijze wraak genomen. De 215 krijgsgevangenen werden aan boord genomen van Japanse oorlogsschepen en op 19 januari 1942 vermoord. Dit gebeurde op de plaats waar de Japanse mijnenvegers door de batterij tot zinken waren gebracht. De krijgsgevangenen werden in zee gegooid. Ze vonden hier hun zeemansgraf. Harry was ruim vier jaar toen zijn vader Willem wegging. Hij heeft nog vage herinneringen aan een vader die trots op hem was. Voor hem stopte alles toen zijn vader wegging. Er was geen bescherming meer. In het begin van de Japanse bezetting werd Harry samen met zijn moeder, zusje en broertje, met honderden andere gezinnen, opgepakt. Dit was omdat zijn vader een Hollander was. Ze kwamen terecht in een interneringskamp voor vrouwen. Omdat zijn opa een belangrijk persoon was, bleef deze buiten het kamp. En oma zorgde ervoor dat Harry's familie voedsel kreeg. Ze zaten drie jaar in het Japanse kamp. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan. De Indonesiërs grepen met veel geweld de kans om baas in eigen land te worden. Er werden in die tijd veel Nederlanders, waaronder veel vrouwen en kinderen, vermoord. Omdat het zo gevaarlijk was, werden Harry, zijn moeder, zusje en broertje na korte tijd opnieuw opgepakt door de Japanners. Dit keer om hen te beschermen. Pas na de politionele acties, in de tweede helft van 1946, werden ze bevrijd. Eindelijk mochten ze naar buiten, maar dat gebeurde wel onder bewaking van de militairen. Vanuit het kamp liep Harry met zijn familie langs de spoorbaan naar Kuto Arjo, een dorpje verderop. Dat maakte diepe indruk. Tegenwoordig, als Harry beelden ziet van vluchtelingen op de televisie, dan ziet hij zichzelf daar weer lopen met zijn broertje aan de hand. Uiteindelijk kwamen ze in een opvangkamp in Bandung terecht. Zijn moeder leerde daar de kneelmilitair Eus Lot kennen. Omdat Lot bekend was met de militaire organisatie, ging hij op zoek naar vader Willem. In april 1947 kwam het vreselijke bericht, afkomstig van de militaircommandant Tadakan, dat vader als represaillemaatregel was afgemaakt door de Japanners. Afgemaakt. Harry is nog steeds boos over dit woord. Het doet nog steeds pijn dit te lezen. In 1948 trouwde moeder met Euslot. Samen ging de familie in 1950 naar Nederland. Harry kon toen meteen naar de ULO en werd daarna militair, net als zijn eigen vader. Toen Harry ongeveer 24 was, werd hij bevorderd tot sergeant. Vanaf dat moment dacht hij meer aan zijn eigen vader, die ook sergeant was. Hij was nieuwsgierig naar zijn overlijden. Hoe zat dat toch in elkaar? Van zijn moeder kreeg hij papieren over zijn vader in handen. En via een collega van de landmacht kreeg hij documenten over wat er gebeurd was in Tarakan. Eerst dacht men dat de helft van de mensen aan boord was gebracht en de andere helft niet. Later bleek dat alle 215 mannen aan boord waren gebracht en daarna vermoord. Ook waren er verschillende versies van hoe dat was gebeurd. In 1960, na het overlijden van zijn stiefvader Euslot, verdiepte Harry zich verder in de achtergronden. De behoefte aan een plaats om zijn vader te kunnen gedenken werd in de loop der jaren steeds sterker. Harry spande zich jarenlang in om een monument als waardering en erkenning voor hun heldendaden op te richten. Dat ging moeizaam. Medewerking vanuit de krijgsmacht was er niet, en hij kende ook geen namen van andere slachtoffers. Dankzij zijn dochter Jacqueline vond hij meer nabestaanden. Jacqueline kende het verhaal van haar opa Willem al haar hele leven, maar wist verder niet veel over hem. Ze kende hem van de foto's: een knappe, stoere man die op haar vader leek, alleen was hij blank. Het emotioneert haar als ze de achterkant leest van opa's fotootjes van haar vader als peuter. Harry deed altijd veel voor andere mensen en Jacqueline wilde eens iets aan hem geven. Toen bedacht ze dat haar vader zo graag een monument voor de slachtoffers van Talakan wilde. Hiermee ging ze aan de slag. In 2009 nam Jacqueline contact op met de Oorlogsgravenstichting en vroeg of het mogelijk was om zo'n monument op te richten. Daar vertelde ze aanvankelijk dat het wel mogelijk was, maar dan zou er een gedenkplaat moeten komen op een Nederlands ereveld in Indonesië. Dat leek onhaalbaar. Toen viel het allemaal even stil totdat haar vader Wieteke van Dort tegenkwam op de Pasar Malam. Het balletje ging rollen. Door haar medewerking gingen veel deuren open. Vooral na haar oproep in het blad Pelita Nieuws, dat veel gelezen wordt door Indische oorlogsslachtoffers en nabestaanden. Jacqueline ging naar vele instanties en sprak verschillende mensen en schreef ze aan over hun plannen voor het monument. Het geld voor het monument werd bij elkaar gesprokkeld, want van de regering kregen ze niets. Maar het ging erg goed. Jacqueline maakte een website en Kumpulan Noord organiseerde een benefietconcert samen met Wieteke van Dort en zanger Wouter Muller. Heel veel mensen hielpen en veel werk werd verricht door de Commissie Monument Tadakan, die bestond uit Wieteke van Dort, Harry Berghout, Willem Plink, Bauke Jans en Jacqueline Berghout. Binnen twee jaar lukte het de commissie om het geld bij elkaar te krijgen, met een bijdrage van de Oorlogsschavenstichting. Kon het monument eindelijk worden gemaakt? 70 jaar na de moordpartij onthulden Wieteke van Dort en Harry Berghout op 19 januari 2012 het Tarakan-monument. Harry legde samen met zijn kleindochter Melatti een krans bij het monument. Jacqueline heeft naast Melati nog twee kinderen en vindt het erg belangrijk dat zij en ook de generaties na haar deze geschiedenis kennen. Het Zeemansgraf is nu het tastbare monument Tarakan geworden op het ereveld Loenen, dat wordt beheerd door de Oorlogsgravenstichting. Eindelijk heeft Harry een plek om zijn vader Willem Berghout te herdenken en is er erkenning en waardering voor deze 215 vermoorde helden. Harry is er blij mee. Hij is nu niet langer meer een roepende in de woestijn.